We zijn onderweg. Nou, laat heeft ze waarschijnlijk zoiets mag, dat moet ze er allemaal mee. Dus ik ga iets doen waar ik altijd helemaal zen van word. Ja, dat komt zo mooi. We gaan naar Oostenrijk. Dus we zijn ons bakje uit de vriezer aan het halen. Want we hebben wat maaltijden in vriezer voor opa. Gaat het nog goed? Ik ga even mijn laatste spullen pakken. We zijn onderweg. En het is echt raar weer. Want het is wel heel warm. Maar het regent ook heel de tijd. En het is bewolkt. Dus het is heel vochtig. Heel benauwd. En ze heeft heel schattig mijn oude jurkje van vroeger aan. Nee, daar moet zonvisje mee. Ik herkende hem gelijk. Ja, lekker. Ja, ze staat er goed hoor. Dus ze vindt het zo leuk. Het is eigenlijk een beetje uit de tijd, maar het wel heel schattig. En het is zo leuk dat je mijn jurkje aan hebt. Hé, hey, vampiertje, vampiertje. Nee hoor, ik kan geen. En wat doe je er elke keer? Ja, maar het grappige is dat je dat eigenlijk denkt van ik vind het leuk, maar dat het eigenlijk je nog meer vampiertje maakt. Ik ben gelijk weer de kelder ingedoken, even spulletjes wegleggen. En ik heb nog helemaal niet laten zien wat ik aan heb vandaag. Ik heb deze jurk aan van Warehouse, tas Michael Kors en mijn Toensandalen. En laten we even kijken welk gangetje het is, ook al weet ik het eigenlijk uit mijn hoofd. Vroeger kwam ik hier ook als kind, ik weet niet eens waarom, maar dan beneden kwamen wat we dan gingen doen en wat we gingen pakken. Maar ik kom hier wel al heel mijn leven in deze kelder. Dus wat grappig. Deze box raakt aardig vol, maar ik had er al een paar op voorraad klaar liggen. Dus ik kan aflopend heel veel dingen kwijt. Ik hoop dat zij wat later ook nog leuk vindt als ze alles dan, dat ik al die dingen bewaard heb. Of dat ze zoiets heeft, mama, heb je dat eigenlijk gedaan? Zo. Dus daar heb ik me redelijk in gehouden. Maar u wilde eigenlijk dat ik elk knutseltje bewaar. En dan zeg ik al van, dat gaan we niet doen. Want dan had ik nu al 40 boxjes staan. Nou, later heeft ze waarschijnlijk zoiets man, dat moet er allemaal mee. En toen bedacht ik me dat ik in de lift sta, dus dat ik het eigenlijk zoveel beter kan laten zien. Die is dat jurkje, ik heb hem wel vaak aan gehad, maar ik vind het een heerlijk jurkje. En de schoenen staan er zo op. Lekker ijsjes, we hebben Magnums. Opa, heb je goed gedaan? Wel. Lekker. Ja. Word ik echt lang niet meer op, een Magnum. Heb je hem normaal ijs toch? Ja, Sarah eet niet normaal ijs. Je eet niet op je meisje. Je krijgt dan brainfreeze als je alleen dan naar Sarah kijkt. Moet je kijken wat het verschil? Ja, bizar hè? Door eten met avondeten kan ze niet, maar geeft er een ijsje en het is in een minuut op. We zijn weer thuis en ik mag gelijk aan de kook. Ik ga lekker deze maken. Sarah wilde het nooit en nu is het opeens helemaal dicht. Of we alsjeblieft die kort gaan eten. Dus prima. Wij vinden het ook lekker. Dus dat komt helemaal goed. Dus ja, alleen zij vindt hem altijd wel pittig. Dus nu hadden we bedacht, als we nou bij de saus iets minder water en een klein beetje crème fraîche erbij doen, wordt hij misschien net iets zachter. Dus dat ga ik zo proberen. Alleen ik had geen crème fraîche, dus ik hoop dat Marco opschiet, want die zou dus crème fraîche meenemen. En dat kan dan zo bij de saus. Nou, de saus ziet er verder prima uit. Hij is iets lichter van kleur en iets dikker.
Nou, we gaan het zien. Nou, Sarah gaat het proberen. Ik ben benieuwd. Op je bord. En doe maar met je duim dan, of het beter is of niet. Duimpje omhoog, duimpje opzij of duimpje omlaag? Is het pittiger? Ja. Is het pittig of minder pittig? Beter. Nou, fijn. Wij gaan uiteraard weer doorkijken. Mag klikken hoor. Oh, hij deed het niet. Marco is naar bed en ik ben nog aan het wachten tot de computer klaar is met renderen. Kijk of hij zo blijft staan. Ja. Dus ik ga iets doen waar ik altijd helemaal zen van word. Ik ga zegels inplakken. Echt, ik weet niet waarom, maar ik vind dat altijd een heel rustgevend werkje. Misschien dat het gewoon simpel is of zo, dat je er eigenlijk niet echt bij na hoeft te denken en ik weet niet. Sommige mensen hebben er echt een hekel aan om het te doen en ik heb dat echt totaal niet. Dus en ik heb best wel veel, kijk, ik heb echt hele sleerten, deze is ook echt volop groot. Dus dat ga ik eens even op mijn gemak doen. En echt, ik heb dus elke keer dit, ik plak van achter naar voren altijd. Vol, vol, vol. Vol, 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 vol en de laatste bladzijde, één tekort en mijn zegels zijn op. En toen bedacht ik me net, deze heb ik vandaag van opa gekregen. We hadden eigenlijk wat lekkers gehad voor daar, maar dat hadden we helemaal niet gegeten, dus ik moest hem meenemen. En ik wil eigenlijk niet snoepen, maar ik heb heel weinig gesnoept de afgelopen tijd. Dus het moet wel een keertje kunnen. En ik vind het zo lekker. Oh mijn god, ik heb het zo laat gemaakt. Het is echt niet goed meer. En ik moet het echt af gaan leren. Want ja, nog maar iets over een weekje. En dan beginnen de scholen weer. Dus ik ga echt weer een beetje naar normale ritme moeten. Maar ja, dit weekend nog verjaardagen alles. Dus ik denk vanaf maandag dat ik dat echt moet gaan proberen. Maar goed, ik wil voor nu in ieder geval even de vlog afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, vergeet dan niet op abonneren hieronder te klikken. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!